Voor de winterdag is het belangrijk om de klimaatcomputers allemaal even door te lopen. Met name de minimumventilatie en de vochtregeling. Kijken of die goed staan. Dat is heel belangrijk om je strooscondities goed te houden. En dus ook voor de kwaliteit van de voedselen. Forfarmers heeft een speciaal voer ontwikkeld voor een moeilijke periode in het jaar en een moeilijke periode in een koppel. Dat is FeedFit voer. In dit voer zitten onder andere speciale vezels die de darmgezondheid ondersteunen. Het drinkwatersysteem is ook heel bepaald voor de voedselkwaliteit. Indien het systeem ouder is dan 7, 8 jaar, dan begint het toch vaak wat meer te verspillen. Daarnaast de afstelling van druk en hoogte is heel erg belangrijk om verspilling van water te voorkomen en daarmee de stal dus droog te kunnen houden. Een goede verdeling van de kuikens in de stal is heel belangrijk voor de strooisconditie. Als kuikens ergens niet willen liggen, ja, dan gaat vaak een strooistuik achteruit en is een indicatie dat er iets niet klopt. Dus kijk goed naar de verdeling van de kuikens in de stal en bewaak daarmee je strooisekwaliteit.